بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مغ الله سبحانه وتعالى deze ochtend gezegende ochtend laten zijn met profijtvolle kennis en goede daden. وبعد beste luisteraars en beste zusters, weet dat het belangrijkste in onze leven, het meest waardevolle van onze bezittingen, dat is onze dien, onze religie, de islam, de ware religie, het dinul haq, waar Allah subhanahu wa ta'ala over heeft gezegd in de Koran, inna dina inda Allahi al-islam. Voorwaar, de religie bij Allah is de islam waar alle profeten mee zijn gezonden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier in een ander vers, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En wie een ander religie wenst of kiest dan de islam, het zal niet van hem of haar geaccepteerd worden. En yawm al-qiyamah zal deze persoon behoren tot de verliezers. Onze religie, onze dien, dat is waar wij trots op moeten zijn. Hoe? Door te handelen daarnaar, de verplichtingen na te komen en de verboden te vermijden. Door erover te waken, de grenzen in de gaten te houden, niet de grenzen overschrijden. Zowel in grote zaken als in kleine zaken. De islam is iets wat compleet is, wat wij dienen te accepteren in zijn totaliteit. Grote en kleine zaken. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Iemand die iets goeds verricht, ook al is het zo klein als een kleine mier, hij zal het yawm al-qiyamah treffen op de weegschaal van de goede daden. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ كَذَلِك. En degene die iets slechts verricht of doet, ook al is het zo klein als een kleine mier, yawm al-qiyamah zal hij dat aantreffen, of zal zij dat aantreffen in de boeken. De islam is een religie, wat ik net zei, wat wij in zijn totaliteit dienen te accepteren. Er valt niet uit te kiezen. Alles is afkomstig van Allah Azza wa Jal, de meest barmhartige, de alwijze, al-hakim al-alim, de alwetende. Allah subhanahu wa ta'ala verplicht ons in de Koran om de islam in zijn totaliteit te accepteren. Zoals Allah zegt in de Koran in Surat al-Baqarah, Ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati shaytan. De vertaling van de betekenis, Ya ayyuhal ladhina amanu, o jullie die geloven. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hij zei, wanneer je in de Koran hoort, Ya ayyuhal ladhina amanu, hij zegt, spits je oren, luister goed, want daarna komt of een bevel, of een verbod, of een gebod, of een verbod. Als Allah subhanahu wa ta'ala de gelovigen aanspreekt, dan komt daarna of een gebod, of een verbod. Ya ayyuhal ladhina amanu, dkhulu fi silmi kaffa, een gebod, een verplichting. Treed de islam binnen, kaffa, volledig. Er valt niet te kiezen. Volledig dienen wij de islam te accepteren. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. En volg niet de voetstappen van de shaytan, van de duivel. De gelovige moslims, de vrouwen en de mannen, die zeggen, als zij Allah subhanahu wa ta'ala horen, als zij Allah subhanahu wa ta'ala, als het de bevel van Allah azza wa jal horen, zeggen zij sami'na wa ata'na. Dat is hun situatie. Sami'na wa ata'na. Wij hebben gehoord en we gehoorzamen. En ze zijn niet zoals degene die zeggen, wij horen en we zijn ongehoorzaam. Sami'na wa asayna. Dus beste zuster, de aanbiddingen en de regelgevingen in de islam zijn veel en zijn verschillend. Maar alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala ze makkelijk gemaakt. Onze dien is niet een dien wat moeilijk is. Is geen moeilijke religie. Allah azza wa jal
heeft niets moeilijks verplicht voor ons. De dien is makkelijk. Zoals Allah in de Koran zegt, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ. Er is voor jullie in de religie niets wat moeilijk is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْر. Deze dien is makkelijk. Yusr is makkelijk. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet nodig. Hij wil het ons ook niet moeilijk maken. De verplichtingen, de geboden en de verboden zijn in onze voordeel. Wij zijn degene die er wat aan hebben. Wij zijn degene die daar de profijten van zullen zien. In dit wereldse leven en in het hiernamaals. En al datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verordend, is ten goede van onze leven. Al datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verordend, de voordelen daarin zijn of 100% of meer dan de nadelen. En alles wat Allah azawajal heeft verboden, de nadeel daarin en de schade daarin, is of zuiver of meer dan de voordelen. Vandaar, beste zusters, dienen wij te weten dat onze religie een religie is die niet moeilijk is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd door een bedouin. Hij zei, vertel mij over iets. Vertel mij over een daad. Als ik deze zou verrichten, dat ik daardoor het paradijs zal binnentreden. Dullani ala amalin. Ida amiltahu, dakhaltu al-jannah. Of adkhulu al-jannah. En de Rasool sallallahu alayhi wa sallam antwoordde hem en hij zei, لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. Hij zei, je hebt iets groots gevraagd, iets geweldigs, maar het is makkelijk voor degene voor wie Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk heeft gemaakt. En hij antwoordde hem en hij gaf hem die daden die hem zullen leiden naar het paradijs. Hij zei, تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Als eerste, je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala en je kent hem geen enkel deelgenoot toe in aanbidding. Je verricht je aanbiddingen zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je wenst niets en niemand in geen enkel wereldse zaak behalve de tevredenheid van Allah azza wa jal. De aanbiddingen verricht je zuiver met een zuivere intentie voor Allah. Met ikhlas, met de sidq. Ta'budullah wa la tushriku bihi shay'a. En je kent hem geen enkel deelgenoot toe. Geen enkel aanbidding verricht je voor een ander. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de betekenis van la ilaha illallah. Niemand en niets heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. Jalla wa ala. En dat is het doel van het scheppen van de schepping. Zoals Allah in de Koran zegt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ik heb de mens en de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. تَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dan zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَتُقِيمُ الصَّلَاةِ. En je onderhoudt het gebed. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةِ. En je geeft liefdadigheid, de verplichte zakah. Wat asuma ramadan, wat hujja al bayt. Hij noemde de vijf zeilen op. De vijf zeilen van de islam. Toen zei deze bedouin, hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heb ik nog andere verplichtingen naast deze? Hij zei, la, illa an tatawwa. Behalve als je iets uit vrijwilligheid verricht. En dan heeft het uit vrijwilligheid verricht van de zaken die hij hier opnoemde. Zoals de gebeden en het vasten en het zakah en het hajj. Behalve als je iets uit eigen wil en vrijwilligheid wilt verrichten. Toen zei deze persoon tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, wallahi, ik zal niets meer doen. En ook niets minder.
Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de sahaba. Hij zei, aflaha in sadaq. Hij zei, hij zal slagen als hij waarachtig is. En in een andere versie, dakhala al-jannata in sadaq. Hij zal het paradijs binnentreden als hij waarachtig is. Als hij zich houdt aan zijn woord. Dus het paradijs, al-jannah, is niet moeilijk. Is makkelijk. Maar voor wie? Voor degene van wie Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk heeft gemaakt. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ لِمَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. En de Rasul sallallahu alayhi wa sallam werd in een andere hadith gevraagd over de daden die het meest aanleiding zijn voor het binnentreden van het paradijs. De daden waardoor iemand het meest kans maakt op het paradijs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam antwoordde en hij zei, taqwa Allah wa husnul khuluq. Twee woorden. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Godsvrees en een goede karakter. Deze twee geweldige aanbiddingen zijn de aanbiddingen die het meest aanleiding zullen zijn voor het binnentreden van het paradijs. Taqwa Allah. En taqwa Allah is een verzamelwoord. Voor al datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Is een verzamelwoord van alle aanbiddingen. Het verrichten van alle aanbiddingen. En het vermijden van alle verboden zaken. Dat is taqwa Allah. Wa husnul khuluq valt daaronder. Een goede karakter die valt daaronder. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemde deze apart op. En specificeerde deze. Omdat husnul khuluq zo belangrijk is. Omdat husnul khuluq zo belangrijk is. Heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze apart en specifiek opgenoemd. In een ander hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over het binnentreden van het paradijs. Hij zei, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Illa man aba. Hij zei, iedereen van mijn ummah zal het paradijs binnentreden. Behalve degene die niet wil. De sahaba vroegen daarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ya'ba ya Rasulallah. En wie is er nou? Wie is diegene nou die niet wil? Wie wil er niet? Verbazend zeiden ze dat. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Duidelijke woorden, subhanallah. Kort en duidelijk. Hij zei, مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Degene die mij gehoorzaamt, zal het paradijs binnentreden. Degene die mij ongehoorzaam is, die wil niet. Dat is degene die niet wil. Degene die een andere weg kiezen, dan de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die willen niet. Diegene die de sunnah niet accepteren van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die willen niet. Ook al beweren zij dat ze zoveel houden van de rasool sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan iemand beweren dat hij houdt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar hem bestrijdt. En hem ongehoorzaam is. En zijn sunnah tegengaat. En zeggen dat zijn verstand zaken niet accepteert. En dergelijke. Hoe kan iemand beweren dat hij houdt van Allah subhanahu wa ta'ala, maar hij is hem ongehoorzaam? Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Duidelijke woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wie wil er nou niet het paradijs? Wie wil dat nou niet? Iedereen wil het paradijs. Maar de weg die leidt naar het paradijs, Is het gehoorzaam zijn van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarvoor natuurlijk het gehoorzaam zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want degene die de profeet gehoorzaam is, dat is iemand die Allah azza wa jal gehoorzaamt. Want Allah is degene die dat heeft opgedragen. En in een andere overlevering, die specifiek gaat over vrouwen, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt over de gelovige vrouw die het paradijs zal binnentreden. Hij zei, al mar'atu idha sallat khamsaha
وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Deze overlevering, daarin vertelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de gelovige vrouw. Hij zei, de vrouw die haar 5 gebeden onderhoudt en die haar maand vast, yani de maand Ramadan, vast en die haar kuisheid beschermt of daarover waakt en die haar man gehoorzaamt, deze vrouw, deze gelovige vrouw, deze vrome vrouw, daartegen zal gezegd worden, yawm al-qiyama, qila laha, udkhul al-jannah min ayyi abwab al-jannati shi'ti. Treed het paradijs binnen, van welke deur en welke poort je maar wenst. De vrouw die haar verplichtingen nakomt, sallat khamsaha, die haar 5 gebeden onderhoudt. En het onderhouden van de gebeden behoort tot de beste daad na de shahada, na de getuigenverklaring. En het onderhouden van het gebed op de tijdstippen, op de vastgestelde tijdstippen, behoort tot de meest geliefde daden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Sterker nog, de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd door Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hij zei, ayyul amali ahabbu ila Allah. Welke daad is het meest geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala? Het meest geliefd bij Allah azza wa jal. Hij zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, as-salatu ala waqtiha. Het gebed op zijn tijd, op de vastgestelde tijd. Hij zei toen daarna, thumma ay, wat komt daarna als meest geliefde daad bij Allah? Hij zei toen, birru al-walidain, goed zijn voor de ouders. Thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Als derde zei hij, al-jihadu fi sabilillah. Dus als eerste noemde hij het gebed op zijn tijd. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft in de Koran ook aangegeven en verplicht gesteld dat de gebeden verricht moeten worden op vastgestelde, voorgeschreven tijden. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Dus de gebeden moeten op de vastgestelde tijdstippen verricht worden. En een vrouw die in haar huis is, die zal daar in principe geen moeite mee hebben. En vastgestelde tijdstippen betekent de tijdstippen die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verduidelijkt toen Jibril alayhi salatu wa salam naar hem toe kwam om deze tijden te onderwijzen. En dat zijn de tijden die bekend staan als de vijf tijden die bekend staan die de mensen nu kennen. Alleen moeten wij wel hierbij zeggen dat de gebeden een begintijd hebben en een eindtijd hebben. De begintijd van al-fajr, dat is wanneer de zon ochtendschemering, als deze tevoorschijn komt. En deze tijd blijft voortduren totdat de zon opkomt, tot de shuruq. En als de zon is opgekomen, dan is de tijd van al-fajr voorbij. De tijd van het dhuhr heeft een begintijd en een eindtijd. Eindtijd van het dhuhr is wanneer al-asr aanbreekt. Wanneer de begintijd van al-asr aanbreekt, daarmee is de tijd van het dhuhr voorbij. En ook al-asr heeft een begintijd en een eindtijd. Begintijd van al-asr is de begin, zoals bekend is. En de eindtijd van al-asr is voor al-maghrib. Voor al-maghrib, dat wanneer de lucht gelig wordt. Deze tijd is afgeraden. Al-asr mag niet uitgesteld worden tot deze tijd. Dat is ongeveer een half uur of 20 minuten voor zonsondergang. Als al-maghrib of al-asr nog steeds niet is gebeden dan moet al-asr alsnog gebeden worden voordat de zon ondergaat. Maar iemand mag niet zomaar al-asr uitstellen tot deze tijdstip wanneer het gelig wordt, ongeveer 20 minuten voor al-maghrib. En al-maghrib heeft ook een begintijd en een eindtijd.
begintijd van de Maghrib is zonsondergang. En eindtijd van de Maghrib is de begintijd van Al-Isha. Maar ook bij de Maghrib is het sterk aangeraden om direct bij zonsondergang het gebed te verrichten. En de tijd van Al-Isha die eindigt bij middernacht. Die eindigt bij middernacht. Dus als iemand tussen deze tijden of in deze tijden het gebed verricht, dan is zijn tijd of is zijn gebed op tijd verricht. Is zijn gebed op tijd verricht. Dus het belangrijkste, beste zusters, na de shahada en de meest geliefde daad bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn de gebeden. En over het algemeen, de verplichte zaken zijn meer geliefd bij Allah dan de vrijwillige zaken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in hadith al-Qudsi, waarin staat, وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. En een dienaar komt niet dichterbij bij mij, of een dienaar zal dichterbij komen bij mij door de verplichte zaken die ik hem verplicht heb. Er is geen andere manier om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen dan, of er is geen betere manier om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen dan het uitvoeren van de verplichtingen. En het vermijden, van de verboden. En daarna komen de vrijwillige zaken. Dus de verplichte zaken zijn meer geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de niet verplichte, zaken. En daarna komen de nawafil, dus de niet verplichte zaken. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in dezelfde hadith die hij overlevert van Allah azza wa jal, waarin Allah zei, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. En een dienaar zal steeds dichterbij komen bij mij door het verplicht, totdat ik van hem hou, of door een nawafil, totdat ik van hem ga houden. Dus het verplichten van vele vrijwillige daden is een aanleiding tot de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus iemand die vele vrijwillige aanbiddingen verricht, zo iemand die maakt grote kans op de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala voor hem. Hatta uhibbahu. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hatta uhibbahu. En tot deze nawafil en deze vrijwillige zaken behoren de vrijwillige gebeden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith overgeleverd door Habiba radiyallahu anha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin staat dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die op één dag 12 gebedseenheden verricht, vrijwillig, zonder de verplichte gebeden, voor zo iemand zal Allah azza wa jal een paleis of een huis bouwen in het paradijs. 12 vrijwillige gebeden. En deze 12 vrijwillige gebeden zijn gespecificeerd in een andere overlevering, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, 4 voor de dhuhr en 2 daarna en 2 na al-maghrib en 2 na al-isha en 2 voor al-fajr, sunnat al-fajr. Bij elkaar zijn dit 12 raka'at. 12 raka'at, 4 voor de dhuhr en deze worden 2-2 gebeden. En dan de 2 daarna, dat is 6, 2 na al-maghrib, dan 8, 2 na al-isha is 10 en 2 voor al-fajr. Bij elkaar zijn dat 12. Zijn dat 12 gebedseenheden. En deze sunnen worden sunnen al-rawatib genoemd. Dit zijn strikt aanbevolen sunnen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam bad deze altijd, behalve als hij op reis was. En in andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, men salla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harram Allahu wajhahu min an-nar. Degene die 4 raka'at voor het dhuhr verricht en 4 raka'at na het dhuhr verricht, zo iemand zal Allah subhanahu wa ta'ala, hij zal zijn gezicht van de hel, hij zal zijn gezicht verwijderen van de hel, of de hel zal verboden zijn voor hem, zoals yani in de hadith staat.
En naast de vrijwillige gebeden zijn er ook nog andere aanbiddingen natuurlijk, zoals het vrijwillige vasten en zoals al-adhkar, wat heel belangrijk is, de smeekbeden en de gedenkingen van de ochtend en de avond en de gedenkingen, de adhkar, na de verplichte gebeden. Deze dienen de moslims te kennen en ook de gedenkingen bij het verlaten van het huis, adhkar, al-khuruj min al-bayt, en bij het gaan slapen en bij het wakker worden en bij het bezoeken van de toilet en dergelijke. Al deze adhkar zijn aanbiddingen die de moslim beschermen. Beschermen de moslim in zijn huis en zijn kinderen en dergelijke. Ook wat te maken heeft met kinderen. Ta'wid, dat je ze beschermt tegen de duivels door al-adhkar, door te zeggen u'idukum of u'iduka bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, en andere adhkar. En ook het dua, wat heel belangrijk is, vooral op de tijden dat de dua verhoord wordt, awqat al-ijaba, zoals de tijd voor el fajr, de laatste deel van de nacht. Alhamdulillah, de nachten zijn nu lang en dat is een kans om op te staan, want in principe heb je genoeg, kun je genoeg slapen en je kan ook opstaan om qiyam al-layl te verrichten voor el fajr. Al is het maar een kwartier, al is het maar 20 minuten dat je 4 raka'at bidt. En deze tijd is een tijd waarin Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt op een manier die bij hem past. Hij daalt neer naar de wereldse hemel en hij zegt: wie vraagt mij en ik zal hem geven? Wie smeekt mij en ik zal zijn smeekbeden verhoren? En wie vraagt mij om vergiffenis en ik zal hem vergeven? Deze tijdstip is een tijdstip die belangrijk is. Een tijdstip van het dua, een tijdstip van al-istighfar, een tijdstip dat Allah subhanahu wa ta'ala de dua verhoort. En ook op de dag van de Jumu'ah, op de vrijdag, op de laatste uur van de vrijdag, voor de avond, dus na al-asr, is een tijdstip dat de dua verhoord wordt. Veel van de salaf, van de vrome voorgangers, als zij al-asr hadden gebeden op de vrijdag, als zij al-asr hadden gebeden op de vrijdag, dan zonderden zij zich af van de mensen. En ze gingen hun huis binnen en ze kwamen er niet uit tot aan al maghrib. Ze maakten gebruik van deze tijdstip. Deze tijdstip waarin de dua wordt verhoord. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: op de dag van de Jumu'ah is een uur waarin de dua verhoord wordt. Ieder van ons die uur treft en hij smeekt Allah subhanahu wa ta'ala daarin. En hij vraagt Allah azza wa jal daarin. Hij zal datgene krijgen wat hij vraagt. En deze uur is op het laatst van de dag. Dat is de meest correcte uitspraak. Dat deze uur valt tussen al-asr en tussen al-maghrib. En ook wat belangrijk is voor de moslimvrouw en ook voor de moslimman natuurlijk, is het opvoeden van de kinderen. Want wij zijn verantwoordelijk voor onze kinderen. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: jullie zijn allemaal verantwoordelijk. Jullie zijn allemaal herders. En ieder is verantwoordelijk voor datgene of voor diegene die hij onder zich heeft. En de vrouw is verantwoordelijk voor het opvoeden van de kinderen. Want de vrouw is meer met de kinderen dan haar man. Zij dient hun de islamitische waarden mee te geven en de islamitische opvoeding mee te geven. Natuurlijk ook wat belangrijk is, heel erg belangrijk, is het hijab. Het sitter, de hijab van de vrouw en bedekking van de vrouw. En al-haya, schaamte en bescheidenheid, is een grote en nobele karaktereigenschap. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei over al-haya, over schaamte. Hij zei: al-haya'u khayrun kullu. Schaamte is goed in zijn totaliteit. Hij zei ook in een ander hadith: al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Al-haya, schaamte, brengt alleen maar het goede met zich mee. Een vrouw hoort schaamtevol te zijn, bescheiden te zijn. Ze hoort haar stem niet te verheffen buiten. Niemand hoeft haar te horen. Ze hoort haarzelf te beschermen en te bedekken en schaamtevol te zijn. Want al-haya is een onderdeel van iman. Wal-haya'u shu'batun min al-iman. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En ook wat belangrijk is, heel erg belangrijk, vooral bij de vrouwen, ook bij de mannen tegenwoordig, is het waken over de tong. Hifdul lisan. Want de tong, beste zusters,
is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala, maar tegelijkertijd ook een gevaar. Een gevaar die veel schade kan aanrichten voor degene die zijn tong niet in bedwang kan houden en deze gebruikt voor het slechte. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, hij zei kuffa anka hadha, hij zei waak over deze, en die over je tong. En hij pakte zijn tong vast. En Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ja Rasulallah, worden wij verantwoordelijk gesteld voor datgene wat wij allemaal uitspreken en wat wij allemaal zeggen? Hij zei toen, thakilatka ummuka ya Mu'adh, worden de mensen niet op hun gezichten of op hun neuzen het helle vuur ingeworpen door wat hun tongen geoogst hebben? Met andere woorden, ze worden bestraft voor de uitspraken en de schade die ze aanrichten met hun tong. Met hun tong. Dus waak over jullie tongen en waak over jullie dien. Nogmaals, het meest waardevolle wat wij bezitten is onze religie, is onze dien. En deze dunya, dit wereldse leven, is kort en zal vergaan en is tijdelijk. En we zullen allemaal terugkeren naar onze Heer die ons heeft geschapen. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wij zijn allemaal van Allah en we zullen terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die terug zal keren naar Allah azawajal zal verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden. Iedereen zal gesproken worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Er zal geen enkel tolk aanwezig zijn. Die zal ook niet nodig zijn. Want Allah azawajal die begrijpt alles. En iedereen zal gesproken worden door Allah. En iedereen zal kijken op dat moment naar rechts. En hij zal alleen zijn daden zien. En hij zal kijken naar links. Hij zal alleen zijn daden treffen. En hij zal voor zich uitkijken. En hij zal alleen maar de helle vuur, een leiend helle vuur zien. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Vrees de hel, ook al is dat met een halve dadel die je uitgeeft aan liefdadigheid. Deze dunya is tijdelijk. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرِ سَبِيلٌ. Wees in dit wereldse leven alsof je een vreemdeling bent. Een vreemdeling bent of een reiziger. Een vreemdeling of een reiziger. Met andere woorden, je zal niet lang blijven. Je zal vertrekken, je zal kort vertrekken. En hoeveel mensen zijn vertrokken die wij kenden? Hoeveel van onze familieleden zijn vertrokken? Hoeveel van onze kennis en onze buren en de mensen die wij kennen zijn er niet meer? Hun zijn ons voorgegaan en wij zullen hun achterna gaan. Onze tijd komt ook. Dus bereid je voor, beste zuster, voor deze grote dag. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten leiden en ons het paradijs laten binnentreden met de eerste, met de profeten en de oprechte. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.